Ja, en zo komt dat in één keer heel dichtbij en dan wil je daar heel graag wel iets voor doen. Nou, de estafetterun die heb ik vorig jaar met Angelique Koedijk besproken. Die is vorig jaar helaas te vroeg overleden. En ik had zoiets van, ik moet daar toch zelf weer oppakken. Dus begin dit jaar ben ik begonnen met het benaderen van mensen die passie hebben voor hardlopen. Waarvan ik ook wist van, een broer of een zus of een oude die heeft kanker of is eraan overleden of is inmiddels schoon. Ja, ik doe mee met de Run Twente tegen kanker. Omdat de ziekte kanker in één keer in 2021, 2022 heel dichtbij is gekomen. Ja, ik wil op die manier mijn steentje bijdragen om een mooie donatie te kunnen doen aan de stichting. Ik werk bij het sportbedrijf Almelo, daar ben ik evenementencoördinator. Dus toen dit evenementje voorbij kwam, dacht ik, ik wil ook wel heel graag een keer aan de andere kant als deelnemer zien hoe het gaat. Dus het sportieve zit er wel in, dus hardlopen 7,5 kilometer, dat ga ik doen. Ja, er is totaal, op dit moment gaan we richting de 30.000 euro, is ingezameld door 24 dorpen en steden in heel Twente. Dat wordt ingezet voor geluksmomenten. We zijn momenteel aan het kijken of we iets kunnen aanbieden aan het ZGT. Volgende week, vrijdag, wordt de oncologische tuin wordt geopend. En we willen graag iets aanbieden vanuit de opbrengst die wij nu al bij elkaar hebben gebracht. Ja, 8:30 in Almelo. En ik kreeg het echt een estafettestokje over. Dus ik moet misschien nog even oefenen op de wissel. Want dat zie ik vaak verkeerd gaan bij de atletiekwedstrijden. Maar ik kreeg het stokje over vanuit een groepje die start in Bonnebroek. En ik loop zelf vanaf Almelo naar Frieseveen, dus 7,5 kilometer. Ja, dat moet te doen zijn.